Hoi, ik ben Timon en ik studeer aan de UvA. We staan hier bij het PC Hoofdhuis. Dat is een van de gebouwen van de faculteit van de geesteswetenschappen. En ik ga jullie even rondleiden. Nou, en hier zijn we aangekomen in de kantine van het PC Hoofdhuis. Hier kun je altijd even wat gaan eten of drinken tussen de colleges door. Nu is het even wat rustiger, omdat het nu best wel vroeg is. Maar normaal gesproken zit het hier vol met mensen die samen aan het studeren zijn en samen aan het overleg zijn voor andere colleges. Hier heb ik altijd hoorcolleges. Dan zit je met een stuk of 30 tot 70 man te luisteren naar een hoorcollege van de professor. En hier heb ik ongeveer 3 keer per week hoorcollege. En ik heb hier zelf nu bijvoorbeeld tekst en media. Hier wordt werkcollege gegeven. Hier heb je normaal gesproken de werkgroep. Dit is de onderwijsbalie. Hier kun je terecht voor al je vragen voor je studie. En hier ben ik zelf bijvoorbeeld gisteren nog geweest om mijn cijferlijst op te vragen. En dat is super handig, want het is altijd super behulpzaam. Dankjewel! We gaan nu naar de kamer van mijn studievereniging. Dit is een beetje in de uithoek van het gebouw, dus we moeten misschien al wat trappen op. Maar hier kun je terecht voor allemaal verschillende vragen. Als ze er zijn tenminste, want het is nu dicht, er is nu niemand hier. Maar het is nog maar 10 uur 's ochtends, dus het is vroeg, ze zijn er nog niet. Maar normaal gesproken kun je terecht over vragen over je studie of over leuke activiteiten die ze georganiseerd hebben of leuke uitjes. Dit is de sportkelder van het PC Hoofdhuis. Hier kun je sporten en fitnessen bij het USC. Ze bieden heel veel verschillende sporten aan voor een goedkoop studententarief. Nou, ik hoop dat jullie zo een beetje wat gezien hebben van het PC Hoofdhuis. Ik ga er weer vandoor. Ik heb nog college op een andere locatie. Dus tot ziens!